let niet op mijn kutloze hoofd. En ook goedemiddag. Ik heb nog niks gevlogd, want ik ging vandaag heel vroeg uit Kopenhagen weg. Het was racen, rennen en vliegen. En nu gaan we van dit naar dit. Een stijgende lijn. Het ziet er ook goed uit. Dit is mijn look voor vanavond. Fiona van Shrek. Bij mijn lieftallige vaste kapster die jullie inmiddels al wel kennen. Charlotte van Vanity. Die ook deze geweldige blonde kleur, die eigenlijk vooral nu hier zit gezien, maar uitgroeien. Daar zij altijd het brein achter. Het Scandinavisch blond. We gaan binnenkort voor jullie een aantal haartutorials opnemen. Gewoon makkelijke, easy dingen. Korte video's. Oh, Shai, jij bent ook een beeld trouwens. Volle concentratie. Deze beauty. Als er nou iets is van je, dit moet ik weten of zien van Yara en een professional. Wij dachten bijvoorbeeld aan hoe doe je nou echt in een paar minuten die messy waves. Hoe krijg je meer volume en bijvoorbeeld een leuk vastachtig kapsel met korte haar. Maar als jullie iets anders willen zien, laat het me zeker weten in de comments. Want we luisteren heel graag naar wat jullie willen, want we maken dit voor jullie. Oké, ik ga even verder, want ik wil mezelf niet langer zien, zo. Zo, het eindresultaat. En kijk welke stunner we hier hebben. Het is Mitch! Met een make-up tafeltje en hier nog wat dingen. Yes. Yes. Mitchie heeft hier echt een geweldig soort mini sponskwastje van Charlotte Tilbury. Hoe werkt dit? Hallo. Helemaal in de spotlight. Ja, hè? Het is gewoon een heel chill kwastje met een concealer, maar hij is heel lekker dekkend. Dus oh, top. Echt gewoon voor de wallen is hij top. Echt mijn nieuwe favoriet. Hoe heet het? Magic Away. Nou. Magic is nooit verkeerd. En wat gaan we vandaag doen? Ja, jongens, ik moet wel even eerlijk bij zeggen. Ik ben dol op mode, beauty, haar, make-up, alles. Maar ik wil dan op zo'n avond als deze wel gewoon knap en mezelf zijn. Dus ik ga wel voor gewoon wat ik ken en me mooi voelen. Ik ga niet voor een zijscheiding, een donkerrode lip en dat nu opeens. Weet je wel, hoewel ik dat misschien vetter zou vinden zelfs. Ja. Maar ik kan je altijd nog een keer doen. Altijd, je wil gewoon shine. Ja. Dus, wat gaan we doen? Nou, ik vind eigenlijk bij jou altijd het mooist, maar moet je zelf ook eerlijk zeggen, om gewoon weer zo'n lekker warm oogje te doen, waardoor je ogen extra gaan knallen. Ja. En gewoon een mooie glowy basis, dus lekker knap en fris, zonder dat het er heel cakey en zo uitziet. En dan op je lippen gewoon een mooie peach-achtig. Duimpjes omhoog, heel leuk! Goedendag! Clipjes gaan natuurlijk nog uit mijn haar. Maar hoe flawless heeft Mitchie mij gemaakt? Oh, dit is echt heel mooi. Check dit oog. Wacht, ik moet even op selfie modus. Jordi zit hier foto's te maken alsof ik naar mijn senior prom ga. Echt een heel mooi brons. Met een beetje potlood een lijntje gezet, uitgesmoest en allerlei kleuren opgebouwd. Dus het is iets zwaarder dan wat ik normaal doe, maar nog wel echt mezelf. Hey! Echt mooi, ik ga nu mijn jurk aan doen. Ah! Echt heel mooi en dit is mijn jurk. Of we nou iets willen of niet, het wordt toch ons feestje. Dit is ons jaar, klaar. Maar aan het eind verwachten we wel een groot applaus. Chanel is een confetti kanon, want we gaan natuurlijk iets winnen. En dan, als we dan opgeroepen worden, dan steken we allemaal dat confetti kanon af en dan zit er helemaal onder de glitters. Nou, die hebben we ergens ongeveer anaal in moeten brengen om te voorkomen dat iedereen ons met die dingen zag zitten, want we wonnen helemaal niks. Maar goed, laten we er gewoon van uitgaan dat we sowieso gewonnen hebben. Want dit pakt niemand ons meer af. We zijn al 15 jaar het leukste, geweldigste vrouwenmerk van Nederland. En daar wil ik even op proosten. Gemeentjes het ook in zaal, Kim van Noord. Ik ben hier, maar ik wil wel zeggen dat ik vreselijk gek op de ben. En dat ze me altijd in alles steunt en dat ik van hou.
Dit zijn de genomineerden voor de Mercure cover van het jaar. A Magazine. A Magazine. Helden Magazine. Helden Media. Linda Meidens. Santos. Arcos Sports Media. En Volkskrant Magazine. De persgroep. De cover van het jaar. Oh my god. Oh my god. Ja, één keer. Nee. Ja! De nomineerden voor de Mercure Magazine merken van het jaar zijn Automee.